Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. En in deze video ga ik 3 lessen met je delen die ik heb geleerd in mijn afgelopen 5 jaar als ondernemer. Afgelopen september kreeg ik een mailtje van mijn bank met een felicitatie omdat ik maar liefst 5 jaar ondernemer ben. Ik weet nog goed dat ik in augustus naar een online training keek. Dat was in 2018 en dat ging over verkopen op bol.com. Het doel van deze online training was natuurlijk dat je de cursus ging kopen. Maar ik dacht, nee, dat heb ik niet nodig. Dit kan ik zelf en dat kan ik misschien zelfs ook nog wel beter. Of ik vond het ook wel leuk om dat zelf uit te vogelen. En zo moeilijk was het ook niet, om eerlijk te zijn. Maar daarvoor had je wel een KVK-nummer nodig. Dus ik ben naar de KVK gerend. Ik heb een nummer aangevraagd en ik startte mijn eigen bedrijf. Nou, inmiddels doe ik alweer heel wat anders. Maar je ziet dat de meeste ondernemers die een bedrijf starten, binnen 5 jaar al opgeven. Namelijk 90% van de mensen die een bedrijf start, die stopt binnen de eerste 5 jaar. En dat is best wel veel. Dat is niet zozeer omdat ze failliet zijn gegaan, maar met name omdat ze eerder de handdoek in de ring gooien. En ik ga je leren welke lessen ik heb geleerd, welke dingen ik tegen ben gekomen en wat er dus uiteindelijk voor heeft gezorgd dat ik, nou ja, niet alleen maar nu op standje overleven sta, want dat zie je ook nog bij veel ondernemers, dat ze dan net aan voldoende verdienen, maar dat je juist aan het floreren bent. Nou, de eerste les was dat mindset echt alles is in het ondernemerschap. Ik heb psychologie gestudeerd, ik heb mindset coaching gevolgd en ik was wel benieuwd of deze mindset me zou helpen in het ondernemerschap. En ik had de hypothese dat ik dus succesvol zou worden in hetgene wat ik zou gaan doen. Ik had natuurlijk nog niet het track record om dat daadwerkelijk te doen. Wel in de topsport en ook omdat ik al even als coach heb gewerkt, maar dan met kinderen, maar niet in het ondernemerschap. En ik kan je vertellen, het is echt een vak apart. Ik ben meteen gaan investeren in ondernemerscoaching, omdat ik ook totaal niet uit een ondernemersfamilie kom. En als jij niet goed bent in ondernemen en je bent wel heel goed in wat je doet, ga je alsnog geen lopende business bouwen. Andersom natuurlijk ook, als je wel kan ondernemen, maar je bent niet zo goed in wat je doet, dan gaat vroeg of laat je bedrijf ook kapot. Dus het mag een beetje 50-50 zijn. En die mindset heeft er wel voor gezorgd dat ik kan groeien als bedrijf. Want je bedrijf kan maar zo groot worden als dat jij als ondernemer bent. En je krijgt natuurlijk te maken met allerlei uitdagingen, maar ook met overtuigingen over wat je wel of niet zou kunnen, of wat wel of niet past binnen het plaatje van de maatschappij. En hoe sterker jij bent als persoon, hoe krachtiger jouw mindset is, hoe meer deuren er voor je open gaan en hoe meer mogelijkheden je gaat zien. Wil je nou meer leren over mindset? Bestel dan mijn boek Stoppen met uitstellen. Daarin leer ik je binnen 200 pagina's hoe jij een topsportmentaliteit krijgt en gaan we met een plan samen aan de slag. Mijn tweede grootste inzicht is dat actie alles overwint. Dus aan de ene kant ben ik met business coaches aan de slag gegaan om te kijken naar wie is mijn doelgroep, wat is mijn onderscheidende vermogen, wat is de pijn, et cetera. Maar ik wist dat nog niet voor 100%. Sterker nog, ik denk dat ik dat nog voor geen 50% wist, maar ik ben toch al in actie gekomen. Ik ben een product gaan creëren en dat ben ik gaan verkopen. En ook dat product was nog niet perfect. Ik had nog weinig ervaring als coach, maar ik dacht, ik ga gewoon mijn coaching verkopen en dan word ik gaandeweg wel beter in wat ik doe. Ik heb er ook de missie van gemaakt om de allerbeste coach en de allerbeste spreker te zijn. Maar dat ben je nog niet vanaf dag 1. Dus daar waren mijn prijzen destijds ook naar. En zo ben ik ook die meters gaan maken. En ben ik vooral heel erg veel gaan doen. Dus ik ben onder andere gaan adverteren. Ik heb een e-book gemaakt. Ik heb funnels gemaakt. Ik ging heel veel posten op sociale media. Ik ondernam gewoon heel erg veel actie. En dat heeft ook gemaakt dat ik best wel snel al hele mooie omzetten had binnen mijn bedrijf. Nou, je komt natuurlijk in actie, ook al heb je nog niet alles helder. Maar gaandeweg blijf je ook in actie om dat dus te optimaliseren. Ik zie bijvoorbeeld heel veel ondernemers die willen pas in actie komen als alles perfect is. Als die website perfect is, als hun boek perfect is, als de doelgroep perfect is. Maar juist doordat je in actie komt, kan je het gaan optimaliseren, want je krijgt verbeteringen. En je doelgroep wordt steeds scherper en dan ga je dat weer optimaliseren. Dan ga je weer andere teksten gebruiken voor je site. En niet alleen is die actie belangrijk in dingen wel doen, nog belangrijker is het voor veel ondernemers ook om bepaalde dingen niet te doen. Dus om actie te nemen met betrekking tot rust. Om echt pauze te nemen. Om naar de massage te gaan, naar de wellness. Een rondje buiten te wandelen zonder afleiding. Dus op die beide vlakken mag je actie gaan implementeren in je eigen bedrijf. Mijn laatste inzicht en iets wat denk ik wel mijn grootste uitdaging was, is om de controle los te laten. Dus als jong meisje had ik mijn toekomst eigenlijk al helemaal uitgestippeld. Ik wilde piloot worden, want dan zou ik goed geld verdienen en zou ik veel vrijheid hebben en zou ik lekker kunnen reizen. Tot het moment dat ik werd afgewezen om bij KLM te gaan werken, bij de KLS als piloot in opleiding te gaan en ik iets anders moest gaan kiezen. Toen koos ik ervoor om psychologie te gaan studeren, omdat ik geen tussenjaar wilde. En toen wist ik eigenlijk niet zo heel goed wat ik wilde. En ik dacht dat je precies moet weten wat je wil. Dat je van A tot Z eigenlijk je leven uitgestippeld moet hebben.
Toen ik begon met ondernemen, werkte ik eerst ook op die manier. Dat ik dacht, als ik iets ga creëren, dan blijf ik dat ook de rest van de tijd doen. Dus het eerste e-book wat ik ga schrijven, dat ga ik blijven gebruiken. Want daar heb ik heel veel tijd en energie en geld in gestopt. Of de eerste funnels die ik ga creëren, die gaan zo blijven. Of alles wat ik nu vertel over mijn doelgroepen, dat gaat zo blijven. Maar ik kwam er eigenlijk achter dat het ook heel fijn is om aan de ene kant die actie te ondernemen. Maar ook bepaalde dingen niet te weten of los te laten. Dus om een plan te maken voor bijvoorbeeld een half jaar tot een jaar. Die acties uit te voeren en dan je plan natuurlijk weer bij te sturen en te kijken, is dit het nou? Zit ik nog wel op de goede weg? Maakt het me gelukkig? Werkt het nog voor mijn business? Zo heb ik bijvoorbeeld ook vorig jaar bedacht dat ik meer wilde gaan spreken voor groepen. Heb ik me ingeschreven bij alle grote sprekersbureaus en volgend jaar ga ik internationaal. Maar misschien over 5 jaar dat ik denk, ja, ik vind het helemaal niks meer. Ik wil angel investor worden en ga ik alleen nog maar investeren in bedrijven en stop ik met het coachen. Ik heb geen idee. Wat ik wel wil, is dat ik een stip op de horizon heb. Dat ik ongeveer weet waar ik naartoe wil. Maar de exacte stappen er naartoe, die bekijk ik vaak pas per jaar. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Laat me in de reactie weten wat jouw grootste inzicht is uit het ondernemerschap. En ik zie je weer bij een volgende video.